Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten. Aanpoten. Bijzondere aflevering, denk ik. We gaan eens even kijken hoe Diana is. Hey Diana, ben je jurig? Goeiedag Tonja, iedere dag hier. Ja. Is iedere dag fias. Hey, hoe is je feest? Wat is je met deze dag? Waar heb ik het speciaal tegen te vieren? Eigenlijk ja, het is een mooie tijd van het jaar, het najaar. Hè. Alles begint te verkleuren nu. En we hebben de heren bij elkaar gebracht. Wat bestond dit jaar 100 jaar? 100 jaar? 100 jaar. Ja, 100 jaar. 100 jaar, ja. Was toen al de tijd voor boom te planten en zo, of wie ging dat? Ja, dat was niet veel anders dan dat wat het nu is eigenlijk. Hè. Dus, en wie zit hier eigenlijk allemaal? Ja, Ton, kijk maar eens, wie ze goed zijn. Van wie is het wel op elkaar? Dat is geen honger. En de wattoren zitten zo goed 30. Op 11 zit ik. Stel ik even voor aan de kijkers, want die weten niet wie hem dat gezien. Ja, ik ben Wil. Wil? De oudste van de groep dan hier. En dat is mijn broer Albert. En dat is de zoon van Albert, Henry. En daar zit de zoon van Henry. En dat is Zino. En dat is de nieuwe opvolger? Dat is de nieuwe opvolger. Dat kan wat eigenlijk. Dus natuurlijk hier langer dan 1922. Toen, ja. Wie begint zo gaat eigenlijk? Wat was het eigenlijk? Mijn vader is er destijds met de Ros. Hij is geboren in 1894. Hij heeft dus op die achter gewoond. Het Oijershoes, dat loog hier op de wijk, hier achter. Mm. Zijn vader is al op 4-jarige leeftijd gestorven. Zijn zuster had er nog, dat was Anna. Dat hij toen de Spaanse griep gekregen. Mm-hmm. Toen is mijn vader dus naar Bels gegaan, om zei ik, voor medicijn voor dat te krijgen. Mm-hmm. Daar hebben ze hem door, aangezien als smokkelaar, hebben ze hem nog een nacht opgesloten. Oh. Wie er s'morgens toes kwam, toen was zijn zuster gestorven. Ja. En een paar jaar daarna is zijn moeder gestorven. En toen worden er 17 jaar. Wie er op het idee is gekomen van de boomkwekker te werden, dat weet ik gewoon niet, dat heb ik nooit verteld. In elk geval, dat vak moesten ze wel leren. Hè. En in de tijd toen het zich geen vak schoolen. Dus we moesten ze leren in de praktijk. Hè. En dat woordde in de tijd in Maasbach, dat was de. De Rulkes, dat behoorde de boomkweker die wat langer bezig was. En dan gingen ze stage doen, vak leren. Mm-hmm. En wie er daar met die stage bezig was, is er ook. Die zich op het Oijershoes zo geleidelijk al begonnen al met zelf al buimen te kweken. En dat behoorde in de tijd allemaal zuidbuim. En dan nog deels allemaal hoogstammen. En bessenstruik, rode, zwarte, kruisbessen. Dat, en de guster en meedeur, dat boer wat in den tijd. Ja, behandeld werden, zeg maar. Nou ja, dat is er langzaamaan gegroeid. Toen kwam naar de hand. Ja, wie moet ik dat zeggen, in die 20e jaren, dat boer nog gunstig. Maar de komende 30e jaren, ja, dat waren heel slechte jaren, hè. Dus het is niet allemaal zomaar van de leien dek gegaan. De omslag is er toen al gekomen of is er nog later gekomen? Ja, dat is toen later gekomen. Die prijzen waren toen miserabel. En de mensen wat ze die hadden ook veel voor eigen geboek in de vuurtuin of nemen het huis of tegen de moeren eerder plaats werden benut eigenlijk. En zo langzaam is het allemaal gegroeid. Het uitgroeide naar vrijbedrijven. Tot later de mensen meer centen hadden, gingen ze in het zeergerij doen. En er werden veel conniferen en dennen en heel veel rozen gebouwd. En alle soorten eesters. En wie nu vandaag de dag die rozen zijn minder in trek, want de mensen
wil je een keer met je vingers erin hangen. Dat heeft altijd een nadeel met. Maar even goed, er zijn toen nog zat leefvuffers die toch aan de rozen vasthouden. En ja, een roze is ook eigenlijk het schoonste voor in de tuin. Het is de koning der bloemen, de roze. En dat zal ze altijd blijven. Bloed lang, heel lang, de hele zomer. Mijn omi, dat is nu 90 en papa is 88. Min of 90. Ja, wie zijn hier precies in bedrijf? Rond die 60 jaar. Rond die 60 jaar. De eigenlijke omslag is eigenlijk, daar heb je zo eigenlijk meer met gemaakt. Want ik begreep dat goed van die roze struik en zo gaat allemaal. Maar nu willen de mensen allemaal exotische planten en zo. Wie maakt ze zo'n omslag eigenlijk in één keer? Dat is niet in één keer. Hè. Ik bedoel, een grote omslag is al gekomen van opa naar mijn vader en mijn oom. De in de boomkwekerij is gekomen in de container die al is gekomen. Vroeger was het gewoon onmogelijk om de bomen in de pot te kweken. Hè. Tegenwoordig wordt alles in de pot gekweekt. Dat wordt in de tijd allemaal handwerken. En dan hier moet je eens kijken, als ook catalogus, die hebben nog wel een paar van die oude rekeningen. Als ze dan zus die prijzen in den tijd, ja, dan is het niet van mogelijk. We hebben die mensen daartoe kunnen, ja, zou wat kunnen leven. Hè. Het waren allemaal centen. En sinds dit centen is de zaak opgeboeid. Nou, wanneer die oude dingen, wie dat vroeger ging, met de kaartje niet. We hebben nog het ooi dingetjes op de zolder gevonden. Ja. Het ooi dingetje, het wordt nog een munitiekiste van de oorlog. Ja, dat is wel heel interessant wie dat vroeger ging met zo'n boom, wie die geleverd moest worden. Die gingen naar het zuiden, er gingen heel veel klanten in het zuiden, hier langs de Maastreek vooral. En ook de particulieren, dat waren allemaal de klanten. Mm-hmm. Maar er waren ook veel dingen wat weer weggingen. Die gingen de dingen naar Naarden. Dus dat is ook niet bij de deur. Nee. Maar het waren heel dingen om die boom verpakt te krijgen. Mooi, dat zijn ook bestellingen dan van 1928. Van fruit, wacht zo'n fruitboom. En alles. Alles met de handje schreven. 25 daarvan, 17 daarvan, 17 daarvan, 14 en 11. En allemaal de soorten. En dat wordt dan 2,5 cent en 5,5 cent. Oh, dat huilde wel behoorlijk. Dat huilde je weer. Ja. Zo, dan geldde je weer dat toen. Dat duurde wel even. Ja. En dat waren meestal zo'n boom rond die 4, 5, 6 jaar. Had ze die dan 6 jaar, zeg maar? Dat waren wel geld in den tijd. 4 jaar, dan moesten ze geleverd werden. Je moest en te honger, en dan moet een stam groeien. Op die stam moet een zaad opgezaaid. En dan moet die kroon uitgroeien. Dus dat doet ook een paar, 2, 3 jaar. En de allerschoonste vond ik nog wie we de rozen houden. Met zijn ganse velje rozen uit. Ze waren noemelijk vuil waar gegaan. Met ook leren onder aan de grond. Het wordt de hele dag op de knieën liggen. Met de naas aan de grond, zal ik maar zeggen. Voor dat huisje in te zitten. Hè. En dan later werd het afgeknipt hier in Willen. En groeide het huisje door. En dan moest ze in een schroeg uitgroeien met diverse behandelingen. Natuurlijk is nu hier om een keer kijk, dan zijn er geen vuiltje meer met buim alleen, maar er zijn er veel meer. Ja. En dat, wie gaat zo gaan in zijn werk eigenlijk? Ook dat is natuurlijk met vuur en ogen gebeurd. Vroeger had je wie een klein loods gestaan eigenlijk. Misschien 1/3 van de kassa hier. En dan werd je toen alle bestellingen en alles klaargemaakt. Dan had je nog het houten schepjes voor dan je machine en je een nieuwe tractor onderstaan. En toen zijn we eigenlijk in... We hebben eigenlijk al met vuur en nou is toen eigenlijk al de verkoopplaats groter geworden. Zijn ook het deel te bijgekomen. Vroeger hebben we nog hei gekweekt en het andere soorten. Met vuur en nou kwam toen ook, wat mijn oma zag, de containerteel, dus het plantje dat ze in pot gekweekt werden. Ja.
En daar hebben we toen ook een beetje de geldwerkerplaats toen op aangepast. En eigenlijk die grote loods en de kas was wat we nu hebben gezet, die zijn toen in 2000 gezet. Ja, maar dat zo zien, dat zijn allemaal verschillende soorten, hier zoveel verschillende soorten. Ze stonden zelfs op oude hoogte, ja, alsof ze niet meer te buken. Ja, ja, ja. En de mensen dus ja, van alle gemakken voorzien. Ja, ja, ja. En ja, en foto's erbij, dus we hangen hun kaarten aan en die wat en die nezen bleuien en die grote te weren en zo. Dus, en zo zijn we eigenlijk ook langzaam van fruitboomkwekerie naar... Ja, daarna kwamen een beetje de roas en ook het andere bomen, het heesters erbij. En ja, daarna op een gegeven moment heb je dan het complete sortiment wat ze aanbiedt voor de tuin. Ja, want ik neem ook aan, dat die zonnebomen een andere behandeling nodig heeft als de ene boom. Ja, ja, dat is een hoge boom, dit komt nog allemaal uit Italië. Ja, dat moet vroeger ook niet voor te stellen natuurlijk, dat boom uit Italië zo gekomen en zo. Dus, nee, dat die überhaupt zie kan ik in de aarde. Die kennis die werd ook steeds groter. Ja, want er is een hele hoop kennis nu. Ja, ja, ja. Dezelfde dingen. Ja, ja. Overigens gaat ze dus, wat gaat doorgerichter als ik het goed begrijp. Ja, ja. En hoe is het veel breder? Noemen ze vrij, noemen ze het afweten van en het fruit en de roze en de palmboom, maar ook, ja, de nazalia en al. De dingen, dat is direct naar de oorlog begonnen en ook dat zeerspul erbij komen. Ja, ja. Dat hebben ze bedrijf eigenlijk een hoes, maar al zo nog wat jaar. En eigenlijk is het ten half voor de deuren. Ja, dat is ook nooit klaar. Ja. Ook s'avonds als er er neerzit, ja, dan moet toch die boete de brein inlopen. En dan moet je toch daarom toch een kijken, loop je toch allemaal wie het loopt. En ja, is het naad genoeg of is het de weg? En doen de sproeiers ook ieder gebiedje mee pakken. Dus ja, en s'avonds als ze naar bed geeft, ja, dan zetten ze de pomp in roed en dan begint het maar gespeeld. Ja. Ja, Diana, het bedrijf Maassen besteedt dan eigenlijk 100 jaar, maar in de tussentijd is de naam veranderd. Waarom is het eigenlijk? Nou, eigenlijk is de naam niet veranderd. Het telt nog altijd boomkwekerie en plantencentrum Haarmaassen. Ondertussen is een BV geboren. De opa en de vader van Willem en Albert, die hadden ook Henry Maassen. En daar had je zonen. En deze Henry had ook zonen. Dus een zoon... En dochters, hè? En een dochter, ja, ja, tuurlijk. Want dat is einde zoon, ja, de vierde generatie. En ja, gezien de hartstikke lange naam voor een e-mailadres of een website op te gaan boeren, hebben we er voor nagedacht. En toen dachten we van, goh, Limburgplant. Dus eigenlijk vandaar heette we een beetje nieuw voor de boete weer op Limburgplant. Toen wilden natuurlijk de mensen in de omgeving nog altijd zeggen, wie moesten. Ja, dus eigenlijk... Maar ook gewoon het Louis van Boete, Limburg natuurlijk. En die gewoon googelen en die komen dan bij Limburgplan doet. Ja, dus te hopen dat we nog een 100 jaar verder kunnen. Ja, ja. Ik zie hier fruit fluisteren. Is dat nog fruit van de boom hier? Ja, nou ja, het zo kennen. Ja, niet alles. Het leuke is wel nu, dus dat wordt 100 jaar geleden niet. Maar nu ondertussen wel, alle fruit wat op die vlaai zit, ja, verkopen weer. Nu, op dit moment. De kees, de abrikozen, zelfs de kiwis, ja, de peren natuurlijk, de appelen. Ja, de jelle vlaai, die kan ze kopen niet, voor ze zelf te maken. Kijk, ja, dan hoeven de bekkers al helemaal moeilijk te doen. Nee. Ja. Nou, ik kan nog maar één ding zeggen. De flessen zullen lopen, want de kurken vlogen niet al rond. Dus we kunnen alleen nog maar aanstoten op de volgende 100 jaar. Misschien wel 1000 jaar, wij weten het al. Wij weten het. De studie is afgedaan. Hopelijk. Je ziet het al. Dankjewel. Gezondheid. Proficiat zal ik zeggen. Gezondheid. En dan nog heel veel jaren in gezondheid. Ja. Ja. Nou, ja, beste kijkers, ik zal zeggen, tot de volgende week dat ik op ben. Poorten, doe ik over even feest. Aanpoorten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.